bij een nieuwe Ra Ra Ra, wie wint het WK? Het zal stuiven op het veld, want vandaag speelt Duitsland tegen Portugal. Duitsland in het geel en Portugal in het roze. Met een tribune vol enthousiaste supporters. Aan de ene kant de Duitsers. Duitsland, Duitsland. En aan de andere kant de Portugezen. Portugal. De match staat op het punt te beginnen. En de aftrap is gegeven. En Duitsland gaat meteen in de aanval. En jawel, paal binnen. 1-0 voor Duitsland. Hallo. Maar wat gebeurt er nu? Jennifer on the block. Jennifer Lopez betreedt het veld. Ze komt het officiële WK-lied zingen. We are one. Woehoehoe. Het publiek wordt wild. Oh my god, J-Lo. De scheidsrechter is grote fan en komt een handtekening vragen. Maar hij krijgt een zoen van Jennifer Lopez. Het wordt hem allemaal een beetje te veel. De scheidsrechter valt flauw. Het publiek wordt uitzinnig terwijl J-Lo verder zingt. Met deze prachtige zangprestatie is de match ook afgelopen. Wij voorspellen dat Duitsland zal winnen met 1-0. Duitsland! Pardon. Morgen zijn we weer met een spannende wedstrijd. Dan speelt België tegen Algerije. Tot dan voor een nieuwe Ra Ra Ra, wie wint het WK?